Van Lerbergen toch vertrokken met een missie hier. Hè. Toch wel een job toegedeeld gekregen, hoogstwaarschijnlijk. En nog een belangrijke ook. Dus ja. Hetzelfde met Ricard. Nog niet gezien vandaag, nog niet in beeld geweest. Dat is goed nieuws voor Philips. Klopt. Maar heb je Quinten Hermans ook nog zitten? Je hebt Tamino, Fabio van den Bossen, Ricard. Je hebt wel een trein om op de rails te zetten. Ik ben benieuwd of je straks van een Lampaard gaat zeggen. Movento. Wat een coureur. Moest eens karten in zijn wiel. Maar hij rijdt goed ook, Lampaard. Stel Merlier wordt nog eens Belgisch kampioen. Ga je dan toch weer twijfelen voor de Tour als je je selectie moet bekendmaken en als je weet dat Jacobsen naar DSM gaat? Goh, ja. Of is dat nu al helemaal afgebakend? Ik denk dat het afgebakend is. Ik denk dat Patrick de Vijver wel zo professioneel is ingesteld dat hij denkt bij zichzelf toch maar doen. Hij wist eigenlijk net, nu heeft het in het Algemeen Dagblad gestaan, zeker dat hij naar DSM ging. Maar dat hoeft de Vijver niet te lezen in het Algemeen Dagblad. Nee, ik denk dat hij wel al. Ik denk dat Jacobsen daar ook wel op een kaart heeft gespeeld. Voilà. Dat lijkt me wel een gentleman. Te veel gebeurd en te veel respect tussen die twee. Ze hebben heel veel respect voor elkaar na wat er in Polen gebeurd is. De Vijver die er alles aan gedaan heeft om Jacobsen terug op pad te krijgen. Hem ook blijven betalen is een heel mooi gebaar. En dat heeft Jacobsen ook wel gewaardeerd. Maar op een bepaald moment moet je weer als grote mensen aan tafel. En zijn er economische belangen en een rennerscarrière duurt ook niet zo lang. Hè? Ja, nee. En Jacobsen blijft koersen en de Vijver blijft een ploeg hebben. Dus ja. Nog een klein beetje. Nog even. Ze zetten zich recht nu. Einde van een verhaal dat geschreven is, waarvan het begin toch geschreven is. De proloog in de Heuvelzone. Een aantal uren geleden. En waar Wout van Aert een van de mede-aanstokers was. Handje. Ja, voilà, mooi. Merci, Manje. We zijn een goede 200 kilometer ver. De laatste rechte lijn naar de Tour is ingezet. Van Aert laat zich helemaal doorzakken. We zitten hier op meer dan het snelste schema te toeren. Wanneer aankomst? Als minder dan drie kwartier, hè? 5:10. 4:45, 5:10. Ja. Vroeger, hè? Ja. Als je aan 40 per uur rijdt, ja, dan rij je 3:45, 30 kilometer. Dus het zijn er minder dan 30. En het is nu 16:32. Aankomst rond 5:08, schat ik. Want het is nu al 50 minuten. Daar gaat Evenepoel. Evenepoel met de bond die onmiddellijk reageert. Onmiddellijk op dat wiel prikt van Evenepoel. De bond heeft dat goed gezien. Ja, je kan wat dat betreft beter kan je aanhangen. Leren. Je kan er maar beter aanhangen. Hè? Want als je er niet aanhangt, je geeft hem 20, 30 meter. En daarachter, vertwijfeling. Ja, twee man van Lotto, toch? Twee man van Lotto met Kampenaerts. Ze moeten er wel nog naartoe. Ja, die mag niet stilvallen. Ze moeten er wel nog naartoe. Het is Boeles, Cedric Boeles, die in het wiel zit van Kampenaerts. En rijden er naartoe. Ja. Oef. En gaat Kampenaerts doorrijden? En gaat Remco doorrijden? In principe is dit ook een moeilijke situatie voor Evenepoel. Ja, dat zou durven ze. Ik zie een flits Hulligan. Ja. Vorig jaar. Ja. Waar je denkt, een parcours waar je er niet meer van weg kan. Die twee Lotto's die gaan in principe doorrijden. De bond, ja, die zit gevangen. Die mag eigenlijk in principe niet rijden. Maar dat is een cadeau, want het is snel in de bond. Ja, gevaarlijk, inderdaad. Reactiestuiven? Met de buis, denk ik. De buist, typische stijl van de buist. Ja, en binnen die proef van Alpes in de Koning gaan ze niet veel volk meer hebben om te werken. Is het de buist? Jawel, het is Jasper de buist. Ja. En Benoot is op komst.
verschillen niet groot. Stuyven, die een hele goede inspanning levert, hier is Benoot. Van Tricht of eerder? Of is dat Divenens? En is dat Van Avermaat? Dacht van wel. Door aan de finish. Even moeten wachten. Om naar buiten te kijken. Dit is Stan de Wulf. Ja, ja. Stan de Wulf. En dan is het dan Intermarché voor Thijssen. Intermarché voor Thijssen. Laatste ronde. Nog 25 kilometer. En we kennen de Belgische kampioen van 2023. En het is, ondanks het weinig selectieve parcours hier in de lokale ronde, wel een zeer aantrekkelijke koers geworden. En nu gaat Kian Uiterbrugs proberen het gaatje dichtrijden. Voor Jordi Meus. Ja. Gasquet. Hier gaan ze werk aan hebben, hè. De Wulf is nog altijd niet terug. En Bulens is rap. Bulens is rap, de Bond is ook rap. Maar kijk, er komt wel wat volk terug. Met Stan de Wulf, met Thijs Benoot. Met jongen daarnet ook al op de gaatje. Jasper de Buist. Hier gaan we ze kunnen monsteren. In de bocht. Dus Stuyven. Van de Schacht. De Schacht. De Schacht. Zou Dirk de Wolf zijn. Daan Soeter, ik weet het niet. Kan. Maar even afwachten. 9 man. 10. Twee mannen van Soudal Quickstep op deze manier. 3. Nee, ja. Soudal Quickstep. Ja, Soudal Quickstep. Ja. 3 van Lotto Destiny. 3 van Lotto Destiny, inderdaad. Hier rijden. En dan iemand die moet afstoppen, Louis Vervaken. En ook dit is een afstopper. Cédric Bulens, die zit hier. Dit is dan niet Bulens. Bulens zat in het peloton. Ja, klopt. Wie hebben we niet dan? Pas op, dat kan Alex Zegaard. Zegaard, tuurlijk. Dit is Zegaard. Zegaard. Ja, de vice-Belgische kampioen tijdrijden. Ja. Uiteraard. Zegaard. Ook al voor eigen volk. Goh. Maar wat een coureur ook. Ja, amai. Studies burgerlijk ingenieur om het te combineren met koersrijden. Zoveel mogelijk studiepunten opmaken. Of opnemen. En er allemaal voor slagen ook. Ik kan ook nog eens zo lopen gaan rijden straks. Hier valt een gaatje. Dat is nummer 3, 53. 153, hè. Daan Soeten. Ja. En Dries Deveneens. De ouwe. Oud, maar goud. Dries Deveneens. In, dat peloton is een eind weg, hè? Ja. Dat is een redelijk gat. Dit is een redelijk gat en daar zitten echt wel temporijders vooraan. Er gaat iets moeten gebeuren. En, kan er nog iets? Wie heeft er nog jus in de benen? Bij Alpes in de Koning hebben ze zich kapot gereden op die vlucht. En daar zit Philipsen nu. Dus is het een kwestie van heel snel weer in actie komen. Ja, ook de mannen van Intermarché. Zitten in hetzelfde schuitje als tenminste Gerben Thijssen nog goed genoeg is. Het zijn Paco en Plankaart daarachteraan. En hier wordt er vol gereden. Is dat Soeten die eraf is? Nee? Ja, precies. Ja. Heeft die pech. Soeten is eraf. En Remco geeft gas. Stel je voor, Remco in de nationale trui. Het zou mooi zijn, maar het zou jammer zijn dat we die trui niet gaan zien. Nee. Alhoewel. Na Glasgow kan het opnieuw zo zijn, maar hij kan daar ook wereldkampioen worden. Hij zou het kunnen anders. Ja. Oh, ja. Hij kan in Glasgow op dat parcours zeker ook wereldkampioen worden. En Lotto Destiny in één keer van de achtervolging, in één keer
mee bij de betere. Mm-hmm. En je kan beter op 21 kilometer van de finish in deze situatie zitten dan op 180. Nu met z'n drieën, hè. Om het overzicht te bewaren. Evenepoel en Deveneins van Soudal Quickstep. Dries de Bond van Alpecin de Koning. Stan de Wulf van AG Desert. Thies Benoot van Jumbo-Visma. Jasper Stuyven van Trek Segafredo. En Victor Kampenaerts, Jasper de Buist en Alex Zegaert van Lotto Destiny. Zie je wel? De vrolijke spuiter. De tuinslang van Matam. Ja, ja. Om het te doen rijmen, moeten we het in het West-Vlaams zeggen. De tuinslang van Matam. Matam. Zegaert, die indruk maakt na 210 kilometer. Goeie coureur. En de Buist is ook snel. De Buist Stuyven in deze kopgroep. Maar er komen nog aanvallen straks. Zeker weten. De mannen van Jumbo-Visma wel een geweldige koers gereden. Hè? Met hier Benoot nog mee. De wedstrijdradio zegt iets over Mauri van Zevenhout, maar die zit hier toch niet. Hè? Het is Deveneins en Evenepoel. Hè? Nee, het waren er dus 10, maar Daan Soete die is teruggekeerd naar het peloton. Ja, dit is een mooi gezelschap. Een match. Ja, en deze man achteraan, die weet wat het is om kampioen van België te zijn. Mm-hmm. Die zou ik in de gaten houden, mocht ik Evenepoel zijn. En Renaat. Ja, hij kijkt achterom, Dries de Bond. En de zoutafzetting op zijn uitrusting is indrukwekkend. Het is inderdaad Deveneins die hier in de groep zit. En ze zijn uit het zicht. Dat is niet onbelangrijk natuurlijk op zijn circuit. Draaien en keren. De ontsnapping niet meer te zien voor dat peloton. Ik denk dat ze een kans hebben. 25 seconden wordt aangegeven. Ze hebben zeker kans, nog 20 kilometer. Ja, vooral omdat er wat koppeltjes bij zitten. Hè. Er gaat gewerkt worden. Maar hier de herformatie van Alpecin de Koning met 3 stuks. Ze gaan toch volop moeten bijzetten. Hè? Onmiddellijk 2 lotto's op het Lotto Destiny en het wiel. Loopt nog trek. Allemaal normaal. Ja, Intermarché is een beetje weg. Nee. Er zitten 2 jongens van Flanders, Balwaas. Daar komt er wel een Intermarché onderdoor geschoven. Ja, maar alleen gaat dat ook niet lukken. Hè? Ja, bijzetten hè? Bij Alpecin. Maar wie heb je nog? Hier zitten er nog 2. Nog? Het is een tricky situatie voor Jasper Philipsen. Ik denk dat het geklonken is. Ik denk het. Die zitten er te veel bij die willen rijden. Mm-hmm. En we zijn te ver in de koers en er zijn er achteraan te weinig die nog willen rijden of nog kunnen rijden. Ja, en daar een schermpje voor. Ja, ja, je ziet vooral hier deze man. Moet eens kijken, jongen. Kijk eens. Er komt een generatie aan. Hè. We gaan nog meer smullen dan we nu al doen. En het is nu al geweldig. We gaan duimen en vingers aflikken de komende jaren in de Belgische koers. Ja, de Wulf ook. Goed. Man uit de streek. Zegaert die zich voortbeweegt tussen de wereldtop. Zomaar. Okay, het is een Belgisch kampioenschap, ik weet het. Er zijn hier heel veel coureurs niet. Maar de kwaliteit die erbij zit nu, vooraan, dat kan je gerust wereldtop en subtop noemen. Wereldtop, ja. 30 seconden. Ja, jongens. Zoals we daarnet zeiden, snelle mannen vooraan Stuyven en de Buist. Ja, maar er gaat nog weggereden worden. Er gaat zeker nog aangevallen worden. Wie gaat dat controleren? Stuyven zit daar alleen. Die gaat het moeilijk hebben om te controleren. Deze man na zijn val voorbij donderdag in Erzelen geprikkeld. Daar mag je zeker van zijn. Geef hem 100 meter. En hij is weg. Alhoewel er net wel Zegaert er naartoe reed. De Bond die de volgwagen roept. In Frankrijk
Valentin Madouas. Mooie winnaar. 32 keer Kassel. Nog eens herhalen. 32 keer Kassel. Een verschrikking. Wie komt op dat idee? We gaan een rondje maken van 8 kilometer en we gaan 32 keer de Kassel doen. Ik zou zeggen, ga er eens één keer naartoe. En kijk eens en rijd er eens op met de fiets. Ja, en zet je bovenop een terrasje en drink een picon au vin blanc of een picon bière. Daarvoor is die Kassel bedoeld, niet om op de koers. Ja, maar ja, dit is Quinten Hermans, denk ik. Opgekoerst, hè. Een paar jaar geleden heeft Gianni Vermeers daar een rit gewonnen. Ja, klopt. In de Vierdaagse van Dijk. Ja, daar op koersen, zeker. 33 seconden, ze komen niet meer dichter. Integendeel, ze verliezen terrein. En er is niet veel volk meer om hierbij te zetten. En Segaerts, die heeft nog wel wat kruids in het geweer. Dan toch zijn drinkbus. Het is natuurlijk wel een luxe situatie voor de bond. Een aanval van de bond komt er ook nog. Ja, ja, die komt er nog. Absoluut. We hebben hem bezig gezien in de Port Epic. Die hij won. Let niet direct op zijn gezicht. Want dat verraadt niet alles. Wat eigenlijk straf is, er zitten weinig of geen verrassingen bij. Nee, 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 nee. Maar allemaal dat, namen, dat heeft met de hardheid namen van de koers in de beginfase te maken, ja, en het weer. Ja. Wat blijft erover? De kwaliteit, de namen, de goede allemaal koers. Namen. Ja, Steven en zevende poel, ja, wereldklasse. De bond heeft al meer dan genoeg bewezen. Stan de Wulf, goede jonger, ooit Parijs-Roubaix gewonnen bij de beloften. En een degelijke, meer dan degelijke, Thies Benoot, ja, helemaal. Jasper Stuyven, winnaar van Milan-San Remo. De Buist, Segaerts, een absolute topper in wording. En Kampenaars, wereldtuurrecordhouder. Ja, kijk, dat krijg je dan, hè. Je moet Rickard ook al laten rijden. Die zit daar in derde positie. Tuurlijk. Dat is de lead-out man. Maar die moet nu rijden, want anders is het kalf verdronken. Edouard Plankaert, Rickard en Rune Herregods. Die volle bak rijden. Maar als ze hier zeggen, jullie komen niet terug, dan kom je ook niet meer terug. Nee, nee, nee. Die zijn toch niet. We zitten er hier zoals een De Wulf moet naar niemand kijken. Benoot moet naar niemand kijken. Stuyven moet naar niemand kijken. Plus dat ze daar bij Lotto met z'n drieën zitten. En die gaan altijd één iemand opofferen. Minstens. Dus ja, Remco heeft Divenijs. Divenijs die gaat, ja, voor zijn laatste seizoen nog eens alles uit de kast geven. Wat maakt het hem uit? Rijdt hij niet voor eigen rekening. Rijdt hij volledig voor de ploeg. Dus en ja, Remco... Zeker gaan we daar nog iets van zien. Passage door een mensenzee was het. Het moet wel een kick geven. Rune Herregos. Ook steeds meer aan het ontwikkelen. Tot topper. Herregos, student geneeskunde. Lendeleden zeker? Ja, hè. Segaerts, ja. Hè. Ja. Het is niet zo ver hoor van hier. Nee. Uitslag van Portugal. Een tweeling op 1 en 2. Ivo en Rui Oliveira. Ivo Oliveira, kampioen van Portugal. Mark Hirschi in Zwitserland. En Emmanuel Boegman in Duitsland. Ze vallen, hè, de vliegen en de duiven. Ja, ja. Het zijn wel namen allemaal. Er zitten niet echt veel verrassingen bij. Nee. Zo niet echt iemand waarvan je zegt, tja, wie is dat? Kennen we niet. Ja, man. Het gewicht rust nu wel op jouw schouders als je Merlier in een peloton zitten hebt. Ja. Die schouders zijn breed genoeg en kunnen ondertussen al heel veel dragen. Heel veel. En het is niet dat hij zelf beurten gaat overslaan. Dit is een geoliede ketting. Ja, hij zal nog wel een cartouche zitten hebben, denk ik. Wie gaat dat gaatje dan dichtrijden? Hè? Wie gaat dat gaatje als je er niet onmiddellijk aanhangt? Je gaat Loktijd moeten meedoen.
Ja, je moet eens een rondje draaien. Kijk, hier valt al een gaatje, maar benoot gaat dat wel dichter. Je moet eens een rondje draaien waarbij de eveneens in je wiel zitten. Ja. Gaatje laten vallen, 10 meter. Zou perfect kunnen. Blijft nu wel status quo. Ja, Sport Vlaanderen erbij nu. Hier vooraan van Vlaanders Balwazen. Nog eentje van Vlaanders Balwazen op komst. Dan ook meer volk weer van Intermarché. De strijd nog niet helemaal gestreden, nee, maar het wordt heel moeilijk. Ondertussen gaat er vooraan alsmaar minder. Hè. Straks staan er 10 kilometer. Nog één cijfertje. Het zullen er altijd twee zijn. Want cijfer na de komma zetten ze ook. Ja. Renaat. Ja, in het zog van die koplopers. Hier wordt niet getwijfeld. Hè. Iedereen die op kop komt, gaat vol door. Nu Stan de Wulf, de man uit Stavelen bij Alveringhem. Maar hij woont in Gent. Ja. Stavelen, Alveringhem, West-Vlaanderen. Wat zou wat zijn mocht hij hier straks voor eigen publiek Belgisch kampioen kunnen worden? Want dat spel, de demarages, dat zit er misschien ook nog aan te komen. Er zitten te veel niet-sprinters in het kopgroepje. Maar anderzijds, De Buist, onwaarschijnlijk mooie situatie voor de snelle Jasper De Buist om hier Belgisch kampioen te worden. En wat gezegd van Stuyven, die er zo net nog de beentjes losgooide. Benoot zal zeker nog iets proberen met een demarage. Maar wanneer doen ze dat? Wanneer ze beginnen te demareren, is dat koren op de molen van dat peloton. En de snelheid, dat is hier nu de hele tijd rond de 60 per uur. Een moment van aarzeling daar nu. Even de poel van de kop af. En dan is het weer de Wulf, al vrij snel, die alweer vol aan de bak moet. Ik zou zeggen, voor de jongens van Lotto Destiny, dit is het moment om er vol voor te gaan. Met Jasper De Buist hebben ze daar een potentieel afwerker zitten. De Bond, die houdt zich de hele tijd afzijdig. Is het komedie, is het van niet beter kunnen? Ik ben ervan overtuigd dat mocht er gesprint worden met deze groep, dat hij straks zeker zijn ding nog gaat doen. De Bond is een uitstekend. De acteur zit daar nu hoofdschuddend in laatste positie. Remco Evenepoel komt even buurten. Allee Dries, je gaat toch meerijden. En dan dringt hij de Bond in voorlaatste positie. En zo zit de wereldkampioen hier nu in laatste positie. Heel even de Bond tot een inspanning dwingen. Daar is nu Kampenaerts aan de leiding aan het rijden. Ja, als je hier met een ex-werelduurrecorderhouder kan uitpakken. Dit is een fantastisch mooie vlucht 2.0. We gaan richting boog van de 10 kilometer, Karel. Ik zie op onze boordcomputer staan 10 kilometer en 800. 100 meter tot die streep daar in de Abmachtelaan. En de Bond, ja, buigt daar nu het hoofd. En Evenepoel moet hier dat gaatje dan dichtrijden. Is dat Commedia dell'arte? Dat gaan we straks weten. 10 kilometer, het zit eraan te komen, Karel. Ja, en terwijl Lotto Destiny hier vooraan rijdt, zijn ze achteraan een muurtje aan het metselen achter de mannen die aan het achtervolgen zijn. Perfect afstoppingswerk. Ik denk hier nu wel, als je de kaart de Bond de buis trekt, bij Lotto Destiny moet je hem niet meer laten meerijden. Nee, dan zou je hem niet meer moeten laten meerijden. Ja, inderdaad. Hè. Zagen ze er net nog wel voor zich uitrijden natuurlijk. Het is op de net die lange rechte wegen. Zie je die kopgroep nog voor je uitrijden. Maar rijd er maar naartoe. Hè. Rijd er maar naartoe met een Divenijns. Kijk, die alles geeft natuurlijk. Alles, dat is logisch. Dat is de motor. En dan krijg je Stuyven. Die al een beetje, ja, de benen toch al een beetje begint te spanen. Die denkt, dit is de kant van mijn leven om kampioen van België te worden. Ik ben in principe de snelste. En daar gaat Remco. Dit is een cruciaal momentje. Evenepoel met zijn aanval. Evenepoel met zijn aanval. En dan moet Alex Zegaard daar naartoe. En hoe doet hij dat? Gaat er gewoon naartoe. Met wat een gemak. Ja. Met wat een gemak. Zegaard en Evenepoel. En Zegaard die gaat niet meer rijden. Wel meer rijden. En nu moet Stuyven komen. Stuyven. Renaat. Cartoucheverschil. Ja, en Stuyven komt en Evenepoel ziet dat en gaat dan doortrekken. Want Zegaard die is daar nog niet van plan om over te nemen. Hij kijkt achterom. Ja, dit is een heel belangrijke fase. Zegaard blijft daar even plakken in dat wiel van Evenepoel. Die vertrok als een fusée. De Bond is op. En ook Deveneens moet lossen. Ja, dit is tempo, hè. Dit zijn twee tempo-beulen. De mond open. De mond open bij Alex Zegaard. Ja, maar hier ook. Ja, ja. Mond open voor wat Zegaard doet. Ook Benoot heeft het lastig. Die twee andere Lotto Destiny's zitten hier nog met Stuyven en De Wulf. Geven zich nog niet gewonnen, maar... Ja, maar Stuyven meebrengen is ook een risico, hè. Wat moet je doen? Renaat nog eens. Alsjeblieft. De twee Lotto's zijn...
hier nu ook aan het pokeren. En dus is het nu Stuyven die het moet gaan doen. De Bobbenoot leek een kwaad momentje te hebben. Dus is het nu 2-3 geworden. Eigenlijk 1-3. Zolang Segaard daar voorin niet mee rijdt. Want Lotto Destiny rijdt niet voorin. Ja, nu toch wel. Segaard heeft daar overgenomen. Remco heeft geen keuze meer. Die moet door. Ja, die moet door. Is hier ook af. Die moet door. Dus in het geval van Segaard zou ik persoonlijk ook niet meer rijden. Nee, ja, want weet het, ja. Je hebt dan een kans. Je hebt een kans in de sprint. Heb je een kans. Ja. En moet nu. Segaard wordt wel eens verweten dat hij te veel geeft ook in die belofte. Ja, ja, en dat hij dan in de sprint niet zo vrij. Zo werd hij bijvoorbeeld in Kokzijde door Maarten van Gelen geklopt. Ja. Maar met twee weg heeft alles gedaan. En nu heb je een wereldkampioen en zijn status verplicht hem gewoon om te blijven. Mocht er nu nog een beetje meer winst aan, zou je zeggen, komt. Renaat nog eens. Ja, Stuyven en... Dat is waarom de Wolf, dat zijn de twee mannen die zitten te rijden. Stuyven en nu vooral Stuyven. En Segaard, ja, dat is een situatie zoals Gijs en Evenepoel in de Ronde van België. Een paar jaar geleden in Marie-Louise. Evenepoel reed door tot op de streep. Werd vervolgens geklopt door Robben Gijs. Die dat tactisch heel handig oploste. Gijs hier afwezig in het kampioenschap door knieproblemen. Dus ja, moeilijke situatie voor de wereldkampioen. Een droom voor Segaard. Ja, het is wel knap. Het is allemaal wel knap wat we hier te zien krijgen op dit vlakke parcours. Guillaume van Kersbroek met een tegenaanval en Timothy Dupont in dat wiel. Ja, van Asbroek. Maar ik denk... Het ligt allemaal uit. Kalf. Ja. Hm? Ik denk dat het kalf... Verdronken is? Ja, er staat wel een viel water in de beek. Maar toch is het kalf verdronken, denk ik. Donderdag stond er wel nog water in de beek. Ja. Segaard bijt zich vast in het wiel van de wereldkampioen. Hier... Blijven ze dan maar rijden, ook bij Lotto Destiny, een beetje. Surrogaat rijden. Ja, druk zetten is goed, hè. Mm-hmm. Druk zetten. Je moet Remco blijven rijden. En dat peloton afhouden. Ja, zit Segaard in een spreekwoordelijke zetel. Als er nog geen versnelling meer komt van Remco Evenepoel. Is er ergens nog een bruggetje dat ze over moeten? Segaard die in de uitslag van het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor Evenepoel staat. Maar de omstandigheden en de reden daarvoor kennen wij. Aan de andere kant was het ook al een bijzonder knappe prestatie van Alex Segaard om daar te staan. Want stel dat Evenepoel hem nog voor was, dan stond hij nog altijd op het podium. En de twee die er dan voor zouden geweest zijn, zijn Van Aert en Evenepoel. Dus er zijn er niet zoveel Belgen die wereldkampioen waren en Belgisch kampioen geworden zijn in die trui. Volgens Jonas Criteur, en die geloven we, zijn er maar twee. Jean Aerts in 1936. En Marcel Kind in 1939. Moeten we ver terug, hè? Moeten we heel ver terug. Meer dan 80 jaar terug in de tijd. Zelfs van voor mijn tijd. Dat wil toch al wat zeggen nu. Mm-hmm. Mm-hmm. In 1939 was je -10. Ja. 15 seconden, nog 6,5 kilometer. Ginds in de verte, twee stippen. Remco Evenepoel en Alex Segaard. In Lendeleden worden ze gek. Drie outsiders hier dan toch. Uiteindelijk. Het is ook wel mooi dat Evenepoel geen misbaar maakt omdat Segaard niet meerijdt. Hij begrijpt de tactiek. Wim Laga gaat gek worden. Wim Laga, ja. De grote Alex Segaard van... Uiteraard ook inwoner of geboren in Lendeleden. Nu inwoner van Temse. Ja, wat dat we in zo'n situatie beland zijn op deze biljartvlakke omloop. Een mooi koersje. In de finale. Echt een schoon kampioenschap van België. En het nut van de beginfase bewezen. Van ja, zeker. De slopingsprocedure. Ja, ja. Die Kemmel en wat ze daar ook allemaal gehad hebben. En vooral de inzet van Wout van Aert en... Nadien Lampaard, ja. Segaard heeft een ronde in de benen. Hij heeft de Giro Next Gen gereden. Hij heeft daar ook de tijdrit gewonnen op de openingsdag. Tijdrit van 9,4 kilometer weliswaar, maar toch stond daar in die roze trui te blinken. Maar hij reed ook redelijk makkelijk. Allee, redelijk makkelijk. En twee keer naartoe gereden, hè. Mm-hmm, is waar. Hij was ook degene die het gat heeft weten ervoor al, hè. Ja, ja. Toen het gaatje een beetje groter ook, was. Nu ook, hè. Pareerde die versnelling van Evenepoel met verbazend gemak. Het is natuurlijk een atleet voor zijn leeftijd, maar hij is nog altijd maar 20. Het zal wat zijn, hè?
Deze Alex Segaard. Hij heeft een beurt gedaan. Hij heeft een kopbeurt gedaan. Het zal logisch zijn, he, dat men achteraan zegt, ja, rijd toch maar een beetje mee. Probeer voorop te blijven. Met stuiven naar de streep komen is ook niet alles. Nee. Peloton wordt geklokt op 50 seconden. Groep 3 daar, dat is 34. Dus tuurlijk. Peloton, dat is al een tijdje over en uit. Ja, 34, dat is dat drietal, hè. Met Van Kersbroek. En Dupont. Ja. En Van Asbroek. En waren ze met drie. De wielen draaien rond. Snel rond. Turbos. Hoe snel is dat hier voorbij gegaan? Hier ligt nog een podiumplekje. Als ze er niet naartoe gaan. Maar ze kunnen er niet naartoe. Onmogelijk als ze daar vooraan blijven rijden. Renaat. Ja, Evenepoel solliciteert nog eens naar een kopbeurt van Segaard. Misschien dat dat zijn laatste was van de jonge West-Vlaming daarnet. Ik heb hem twee keer een kopbeurt zien doen. En we zitten nu op 3 kilometer 900 van de streep. Nog minder dan een achtervolging. En we weten de nieuwe Belgische kampioen. Op de terreinen van MHD, hier vlakbij de Sasbrug, is er een fanzone, Alex Segaard. Hoeveel vaten geven die? Dat weet ik niet. Ik weet dat hij een supporterslokaal heeft. Hè? Hij heeft hier ergens in Lendeleden zo'n supporterslokaal, ja. Waar je bij elke overwinning van hem... Jij had een fankaart van, ja. Alex Segaard toen hij in Brugge op het podium stond op het WK tijdrijden bij de belofte. Je hebt die aan mij gegeven. Ik heb al veel. Ik heb die nog ergens thuis zitten. Remco Evenepoel en Alex Segaard op 3,3 kilometer van de streep. Tussen het volk. Op zoek naar de Belgische titel. Met twee. Ja, stress. Hè? Stress voor Remco. Hè? Verliezen zou natuurlijk. Ja, wat meer het zou perfect toch? Kunnen, hè, verliezen. Het zou perfect kunnen zijn. Het zou niet zo logisch zijn. Dat elleboogje komt nu wat meer zwaaien. Nu bij sprinten. Dit is. Op recyclingstijds krijgen ze allebei nul. Ja, maar dit is een kwestie van benen hebben. Ja, na 230 kilometer. Voilà, onder deze omstandigheden. En ze hebben allebei benen. Het is gewoon een kwestie van wie heeft er nog. Ja. Nog een tikkeltje meer frisheid in de benen. Remco draagt de koers. Wereldkampioen. Het is niet onlogisch. Dat het gewicht op je schouders belandt. Daar hangt de boog van de 2 kilometer. Daar de brug nog. Ja. De brug nog, die misschien wel pijn zal doen. Maar je hebt maar één doel in het geval van Segaard. Dat is op dat wiel blijven. Daar dan nog eens alles uit de kast voor Remco. Nog eens. Of op je spurt spelen, ik denk het tweede. Toch nog eens op die pedalen gaan lopen en wat wattages opkrikken. Hier die achtervolgers. Ze zitten niet zo heel ver, maar te ver om er nog naartoe te rijden. Ook al omdat hier twee lotto's zitten. Hoe zit het daar vooraan? Laat ons eens kijken, ja. Goh. In elk geval gaan we een geweldige Belgische kampioen, ja, krijgen. Of het nu Evenepoel of Segaard is. Segaard als nieuw kid on the block. Evenepoel als wereldkampioen. Alles mag. Het is altijd goed. En alles kan. Het is alleen maar goed voor één man. Dat is jammer. Ja, aan de andere kant. Hier, Kampenaerts. Die van op kop een paar lengtes pakte. Is ook goed. Naar de Tour, hè. Ja, die is goed naar de Tour. Ja, die mannen van Lotto Destiny gaan hier punten scoren. Punten die ze kunnen gebruiken. Misschien moet Evenepoel nu Segaard nerveus maken door die anderen nog wat dichter te laten komen. Ja. Durf je zo ver pokeren? Ja, waarom niet? Ja. Als dat je iets dichterbij kan brengen. Een laatste kaartje op tafel op die manier. Maar daar staat 20 seconden en daar hangt de rode vod. Daar gaan ze de laatste kilometer in. Remco Evenepoel, 23 jaar, of Alex Segaard, 20 jaar. We krijgen een geweldige Belgische kampioen 2023 in Isegem. En geen verwachte massaspurt. Nee, niks van. Die beginfase koers hard gemaakt en dat heeft erin gehakt. Dat heeft er velen gesloopt. Het is een afvallingskoers geworden.
En zo krijg je deze situatie. Een tweetal dat gaat spurten voor de overwinning. Tenzij ze nog gaan surplassen. Tja, ik denk het niet. Hè. Eens kijken wat zit daarachter. Benoot. Benoot die probeert richting het podium te rijden. Ook hier zijn ze aan het rijden voor die derde podiumplek. Dus de focus op Evenepoel en Segaard. De kleine Evenepoel, de grote Segaard. Letterlijk dan, Segaard is 1,88 meter. Evenepoel die hem in de gaten heeft. Het zal van op de kop moeten. Ja, Segaard vanuit het wiel. Versnelling in de benen. Juist de versnelling kiezen. Daar achter de bocht komt de streep al heel dicht in de buurt. Die Frempo, die sprint, dat zal straf zijn. Ja, opletten dat je niet te ver achter zit. De juiste versnelling, Segaard. Ja, een relatief kleine die, versnelling. Ja. Klaar is om aan te gaan. Evenepoel gaat aan. Evenepoel gaat aan en Segaard kan hem niet meer remonteren, denk ik. Segaard komt niet meer uit dat wiel. En Evenepoel gaat Belgisch kampioen worden. Tenzij er nog een late jump komt, kan hij daar nog overkomen? Nee, Evenepoel is Belgisch kampioen 2023. Ja, op een schitterende manier. Alsjeblieft. Wow. Dit is... Ja. Als een seigneur, als een patroon. Als een grote supermeneer. Stuiven op drie. Benoot die gaat daar niet meer uitkomen. Jasper Stuiven mag mee op het podium. En Segaard op die manier twee keer tweede op een paar dagen tijd. Tweede in de tijdrit, tweede ja, in de Remco wegrit. Evenepoel, wat hebben wij nog allemaal te goed? Veel. Massas. Wat hebben wij nog allemaal te goed? Massas. Hier Dupont voor Dupont met Van Asbroek. In plaats van Van Asbroek, die zijn stuur bijna in twee bijts. En dan een prestige sprintje gaan ze nog meedoen? Goh ja. Of gaan ze het niet meedoen? Die spurt mag wel nog in beeld, maar het is voor een hele verre ereplaats. Thijssen. Ja. Die dan nog even komt zeggen, jongens, bedankt voor het werk. Ik moet wel spurten, ben dat verplicht aan jullie. Vermoten finisht ook in deze groep. Maar hij is Belgisch kampioen. Goh. Er komt nog een streepje op die erelijst. En nog altijd maar 23 jaar, hè. Dit was een vierletterwoord in het Engels. Ja, geprobeerd. Het was heel moeilijk om het af te maken voor Lotto Destiny. Ook al had je die numerieke meerderheid. Als je hier met zo'n motor zit. Ja, hij kwam, zag en overwon. Het was al ontzettend knap hoe Segaard naar dat wiel ging en mee reed. Yves Lampaert aan een ererondje bezig.